Hallo mensen, leuk dat jullie weer terug zijn hier bij een nieuwe video op het Speelkasteel. Ik had bedacht, ik ga voordat ik deze video ga maken, mezelf even inlezen. Ik ga even bekijken hoe ik verder moet. Ik ga even een filmpje kijken. Ik ga proberen verder te komen in deze aflevering. Maar, zelfs de filmpjes die ik heb gekeken, snapte ik geen ene bal van. Echt, ik zat er alleen maar te kijken, the fuck? Hoe moet ik verder? Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Dus als jullie denken dat ik deze aflevering verder ga komen, hebben jullie een mooi mis. Nee, ik ga mijn best doen. Maar ik heb totaal geen idee. Het is ook alweer een week geleden dat ik dit heb gespeeld. Wat het ook niet echt veel beter maakt natuurlijk. Maar ik ga voor mezelf even proberen een soort van kaart in mijn hoofd te krijgen. Van hoe nou eigenlijk dit allemaal in elkaar steekt. Dit hele leveltje. Even kijken, hier is met die stenen. Maar daar kon ik niks mee doen, hè? Nee. Hier zijn die huilende mannen. Ja. Ik maak hier even een lampje aan. Even kijken, storage. En dan heb je de andere kant op. Ik ga eerst even de andere kant op, dus niet naar de storage. Wat is hier allemaal? Hier is dat gat waar je volgens mij uit... Nee, dat denk ik niet, trouwens. Hier heb je met die stoel. Hier ben ik nog niet rechtdoor geweest, volgens mij. Ja, het wordt nu alweer te ingewikkeld. Loop ik nu gewoon een rondje? Ja, oh ja, kijk. Oh, dit is een vierkantje. Oké. En dan ga ik hierheen. Oké, deze deur is open. Ben je daar al geweest? Met een man die er ligt. Nee, dat kan ik me niet herinneren. Even pakken. Tinderboxje. Hier liggen ogen. Olie. Kijk eens aan. Dat bed. Kan ik dat aan de kant schuiven? Ligt er hier nog iets onder of zo? Niet echt, hè? Nee. Oké, maar dit is wel dus nieuw. Dus hier zijn we in ieder geval nog niet geweest. Dus dat is een goed teken. Oké. Wat gebeurt hier? Hey, anybody help! Anybody help! Christ. I don't believe this. What? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Wat is dit? Het lijkt op een blok goud of zo. Maar ik kan er waarschijnlijk niks mee. Alleen mee gooien. Even kijken, ben ik hier al geweest? Een brief? 4th of August, 18, as we drank it, I said I did. En hier nog zo'n steen. Oké, dus die stenen, daar heb je niks aan. Stenen of blokken goud, wat het ook mag zijn, daar heb je niks aan. Even kijken. Hier ligt een tafeltje. Hier zit volgens mij verder niks echt bijzonders. Ik heb jeuk aan mijn neus. Oh nee. Is die man daar weer? Oh nee, oh nee, oh nee. Is hij daar nu alweer? Waarom nu alweer? Doe de deur dicht. Ik verstop me voor die man. Lampje uit. Laat hem maar gewoon lekker voorbij lopen. Oh shit, ik hoor hem. Oh kijk, oh nee, hij staat voor de deur. Oh nee. Oh nee, wat moet ik nou doen? Is die steen aan toe gooien? Waar is die steen? Waar is die steen als ik hem nodig heb? Hallo! Woo! Oh, ik ga er gewoon langs. Ik ren gewoon weg. Hier naar links. Oké, hier ben je nog niet geweest. Oh, maar geen tijd om alles te ontdekken. Ik ren gewoon weg. Als ik zo blijf rennen, kan hij me vast niet pakken. Oh, jawel. Oh, ik kan wel pakken. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Naar rechts, naar rechts. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Dit is die dichte gang. Oh, nee. Oh, nee. Ik kom lang. Oh, deze deur. Oh, nee. Hallo, meneer. Oh. Oh! Ik ga gewoon weg, kijk dan. Ga aan de kant, oh shit. Achteruit lopen, ga niet zo hard. Oh, oh shit. Ja, kom op. Dit moet kunnen. Ik weet. Ah. Oh, de olie is op. Olie bijvullen. Ik heb maar een heel klein beetje, dus ik ga er even voorzichtig mee zijn. Wat is hier beneden? Hé, hey, daar ben ik nog niet geweest bij die trap. Daar moet ik zien te komen. Oh, het is hier weer pikken donker overal natuurlijk. Even kijken. Dit is ook die trap. Daar moet ik heen. Oké, toch mijn lampje weer aan. Waar moet ik in godsnaam heen? Ik volg het gewoon niet meer. Hé, deze deur is heel slecht. Oké. Een item.
Misschien kan ik hem hiermee kapot maken. Nee, hiermee? Ja? Ja? Ja! Ja! Oh my god, ja! 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 Ik ben verder, oh my god! Hoe, wie had dat gedacht? Dat je met... Dat ik met die... Oh my god! Dat ik met dat vergif de deur open kon maken. Nou echt, ik dacht dat ik dat rode spul er mee weg moest halen. Zit die man nog achter me aan? Of wat is er nou aan de hand? So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. Oké, ondertussen ben ik door het water gegaan. Maar daar kan hij niet veilig doorheen, zegt hij. Daar is het te diep voor. Oké. Hij kan niet duiken. Maar misschien dat ik nog iets vind waarmee ik onder water kan ademen of zo, wie weet. Ik heb even alles goed in me opgenomen hier. De enige kant die ik op kan is hier. Maar die gaat niet open. Oh shit. Oh kijk, een hendel. Een hendel. Ik moet waarschijnlijk iets doen met die hendel. Even kijken. Hendeltje overhalen. Die doet het niet. Needs to be greased. Ja. Waarmee? Ik moet even iets vinden wat ik daarmee kan gebruiken. Ik tik gewoon die stenen tegenaan. Bots, bots, bots. Ja, weet ik veel. Hij gaat een heel klein beetje, maar niet genoeg. Oh, ik moet iets hebben wat ik daarop kan gebruiken op die... Op dat ding. Hoppakee. Hendeltje. Wat gebeurt er nu? Hallo? De trap gaat naar boven. De trap gaat naar beneden. Oké, die pijp gaat kapot dus. Ik ga het gewoon een paar keer keihard doen. Naar beneden. Bots, kijk eens aan. En nu kan ik naar boven klimmen. Daar ga ik. Oh jongens, dan ben ik lekker bezig deze aflevering. Wie had dat verwacht? Oké, de control room. Laten we eens even een kijkje nemen wat hier allemaal te doen is. Een kaarsje. Een kist. Waar ik niks mee kan doen. Een deur. Een deur die open kan. Oké. Maar die bewaren we even. Nog een deur die open kan. Oh jee. En een hele zware gate. Ik kan dus die dingetjes kan ik nog niet verplaatsen. Wat is dit? Even mijn lampje aan. Even goed kijken of hier niks ligt wat ik kan gebruiken. Volgens mij kan ik hier verder niks. Een kaarsje. Kan ik aanmaken voor de zekerheid. Oké, we gaan even de andere kant op. En eens even zien wat hier allemaal ligt. Een tinderboxje weer. Dat is mooi. Tomtidomtidom. Een pijp. Oké, kijk. Met die pijp kan ik iets. Oké, even onthouden. Kan ik deze draaien? Ja, 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 ja. Draaien, 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 draaien. Oké. Die ook. Oké, ik zit als een bezeten naar mijn muis te draaien. Oké. En de derde. Oh, het heeft die dingetjes opgetild. Zie je dat? Oké. Misschien moet ik die buis meenemen naar de andere kant. Of niet? Kijken of ik ergens met die buis iets kan. Oh, ik stoot overal met die buis tegenaan. Oh, kijk. Deze buis moet vervangen worden, denk ik. Nee, geen idee. Maar hij sist wel. Wat kan ik hier nog meer doen? Zijn hier nog meer deurtjes of zo? Oh, shit. Mijn olie is op. Nee. Huh? Een nieuwe kamer. Maar deze bewaar ik voor de volgende aflevering. Woep-de-doe. Ik zie jullie in de volgende aflevering weer, jongens. Doei.